Het was een bijzonder grote schok toen de vrijwilligers van de natuurtuin in de Goffert dinsdagochtend het bijenhok in een complete chaos aantroffen. Het is nog onduidelijk wie de vandalen zijn. Woensdag deed de stichting aangifte bij de politie. Het bijenhuis staat hier achter me. En daar hebben ze in die 5 keer verergerd vandalisme gepleegd. We weten echt niet door wie. En de laatste keer was dat zo erg dat we de bijen hebben moeten verhuizen. Omdat we ze niet meer konden beschermen. Dan waren ze waarschijnlijk allemaal dood gegaan. Dus we hebben ze verhuisd naar Wijchen, naar een andere imker. Het is heel triest dat dit zo gebeurt. En het heeft ook een enorme impact op het gemoed van alle, niet alleen van de mensen van onderhoud, ook van de mensen van educatie en de mensen van de bloemen- en de kruidentuin. Ze vinden dat allemaal verschrikkelijk, want zij doen dat in hun vrije tijd, proberen dat goed voor elkaar te krijgen, houden natuurlijk ook van de natuur. En dan krijg je dit, zo'n zinloos gebeuren, dat snapt eigenlijk niemand. We worden ontzettend goed ondersteund door mensen van de gemeente, van de politie, van het bureau toezicht. En we zijn aan het nadenken over hoe de toekomst eruit moet zien. Er is op een andere plek een kruiwagenhok kapot gemaakt. De gemeente heeft daarvan al gezegd van wij gaan dat hek repareren of vernieuwen. Dus dat is al toegezegd. En ik wil nu ook gaan kijken of we een poortachtig iets hier kunnen krijgen. Wat in diezelfde, zal ik zeggen, bij diezelfde offerte van dat hek meegenomen zou kunnen worden. We weten helemaal niet of dat kan, dat moet ik nog overleggen. Ik hoop dat de bijen hier ooit nog terugkomen, want het is voor de educatie van belang. In de lessen zitten activiteiten die met de bijen te maken hebben. Die gaan over bijen. En half mei beginnen onder andere lessen waar dat in speelt. Ja, we hopen misschien tegen beter weten in, dat weten we niet, dat ze dan weer terugkomen. Maar in ieder geval, daar is zeker alles op gericht. Hè, want de hoofddoelstelling van deze tuin is natuureducatie. En daar horen die bijen gewoon bij. Dat is ontzettend belangrijk. Ja.